Gisteravond vond in de Bali weer zo'n stadslezing plaats. Georganiseerd door de Stichting Agora in samenwerking met onder andere AT5 en het Parool. Dus worden er een aantal thema's bij de kop genomen. Dit keer jeugd en jongeren die daar gezamenlijk aan het discussiëren sloegen over thema's als drugs, over werk. Onder leiding van Nisco Dubbelbuw. We laten eerst een stukje zien van de discussies, dat is wat rommelig. Daarna legt Nisco uit wat hij vond dat er gebeurd was. Dat het erg moeilijk voor ze is om een werk te krijgen. Ja, ik zou er zelf niet over nadenken. Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik heb zelf wel erg veel mazzel gehad, maar zoals mijn broertje heeft zelfs zijn middelbare school heeft niet afgemaakt. Mm-hmm. Maar die heeft ook een baan in een winkel ergens. Ik denk ook dat je het, ja, hangt ook helemaal van jezelf af, denk ik hoor. Toen zo moeilijk is het niet. Mm. Ja, ik heb dan niet echt een gesprek omdat ik gewoon echt geluk heb gehad. Maar... Ja. Mark? Er komt nog een microfoon naar je toe. Voor die rent zich wat, dan gaan we weer in je workshop. Nee, ik denk dat het allemaal wel leuk is om over schoolverlaters te praten. Zo. Maar ik denk dat schoolverlaters, dat begint allemaal in het gezin. Dus en iedereen weet het waarschijnlijk ook wel hier in de zaal. Dat het met je gezin begint, weet je. Dus maar hoe bedoel je dat? Ik denk dat je er zelf, laat zeggen dat als je een schoolverlater bent, weet je. Hoe zitten mijn ouders er? Hoe denken zij erover na? Ik persoonlijk ben best wel veel gepusht. Je moet je school afmaken. En je kan wel een baan vinden als je school verlaat. Maar als je ietsjes langer in school zit, dan kan je een iets betere baan vinden. Hoe langer je in school zit, kan je een iets betere baan vinden als die te vinden is. Maar hoe eerder je school verlaat, hoe laag je moet beginnen, hoe lang je moet werken. En op hetzelfde niveau moet komen dan iemand die 2 jaar langer op school heeft gezeten en daar werk jij dan 5 jaar lang voor. Ja. Dus ik denk dat ouders moeten echt heel wat meer ondersteunend zijn naar hun kinderen. Om ook te zeggen van nee, je moet je school afmaken. Ja. Romeo? Ja, ik vind dat het niet te maken heeft met uit wat voor milieu je komt. Want ik heb ook vrienden van mij, die ouders leven op niveau, maar ja, ze hebben de school zelf verwaarloosd. En die lopen ook niet de hele dag op straat, jointjes te roken en te vervelen en ze doen geen moer, om het zo maar te zeggen. Maar ze lopen ze wel te vervelen? Ja, ze lullen de hele dag op straat en dan bijvoorbeeld als ik dan in mijn uniform kom, heb je nog meer weer eens uniform. Ik bedoel van, als je ook naar school gaat, weet je, ik zeg niet dat je hetzelfde als mij moet bereiken, maar haal een diploma, dan heb je tenminste wat op zak, weet je. Niet dat wat voor mogelijkheden zie jij dan om die jongens of die vrienden of die oude schoolkameraden van je wel aan het werk te krijgen? Wat zou het beste zijn? Ja, ik praat met ze. Die zeggen, ga naar school, doe dit, doe dat. Weet je, ik zeg niet dat ik het zo geweldig doe. Maar ik doe het voor mezelf. Ik doe het niet voor iemand anders. Kijk, hun lopen op straat te kloten en niks te doen. Ja, op een gegeven moment word ik ook moe van het praten, weet je. Dan zeg ik van, bekijk het maar. Weet je, ik ga verder. Maar is dat in jouw omgeving veel gevallen? Veel jongeren die daar rondlopen? Nee, dat niet, maar het zijn er enkele. Maar ja, kijk. Maar wat is de mentaliteit van? De mentaliteit van de meeste jongens is wel school afmaken en wel een goede baan gaan zoeken of zo goed mogelijk een baan. Ja, tenminste nu. Vroeger was het echt zo van, kijk, in de tijd van mijn ouders was het anders. Kon je makkelijk aan de baan zonder diploma. Dat waren de jaren 70, waar Caroline. Ja, maar nu is het anders, weet je. Nu worden diploma's worden geëist. Ja. Weet je, dus als je echt wat wil bereiken, moet je gewoon zorgen dat je naar school gaat en diploma's haalt. Dat is gewoon het enige op dit moment. Als je een goede baan wil vinden, is dat de enige oplossing. En de andere, ik zie ook mensen in mijn milieu, ja, die lopen op centraal zo'n drugs te verkopen aan die junkies. Je moet er van, hoe lang ga je dat doen? Ja. Weet je? Maar het verdient wel veel, toch? Ja, het verdient wel, ja. Dat is tijdelijk. Kijk, de beste manier om geld te verdienen is gewoon door goede diploma's te hebben en te gaan werken. Dat is het enige. Het oude begrip, eerlijk duurt het langst. Yes. Ja. Ja. Joran, tijdens dit debat over jongeren liet je van je horen. Je bent het niet zo eens met de burgemeester, het beleid. Hoe komt dat? Nou, wat ik in elk geval nu wat over gezegd heb, dat ging over politie. Die toch vaak een beetje te repressief en een beetje te angstig optreedt in de stad. Of in elk geval aanwezig is. Je hebt daar zelf ervaring mee? Nou, ik ben vorig jaar met de Eurotop ben ik ook een paar dagen achter de tralies geweest. Ben je een van de mensen die nu een vergoeding krijgt van de gemeente omdat ze onterecht zijn gearresteerd? Nee, ik ben nog veel erger. Ik heb nog langer vast gezeten. En wij komen pas in juni of in juli mogen wij bij de rechter komen. Waar word je van beschuldigd?
Ja, dat was, ik geloof, we waren een criminele organisatie en nog wat Het beruchte artikel 140, wordt dat nog steeds volgehouden dat dat kan? Nee, ik geloof dat ze de boel geseponeerd hebben al ondertussen, maar ze zijn er erg spaarzaam in mededelingen. Maar in elk geval gaan we nu een schadevergoeding eisen. Omdat jullie vinden dat dat niet gedaan moet worden. Weet je dat er op 16 juni om 8 uur 's avonds een demonstratie is om die Eurotop te herdenken? En wat vind je daarvan? Nou, ik had er op kunnen wachten. Ik had er nog niets van gehoord. Maar ja, het is natuurlijk wel een beetje een triest moment. Ik denk dat er moet wel wat aan gedaan worden. Ik bedoel, ik vind het eerlijk gezegd voor mezelf belachelijk dat iemand als Fracking, dat hij daar nog steeds zit. Zelfs genoemd wordt als de nieuwe hoofdprocureur-generaal. Ik weet niet wat ze aan zijn man hebben, maar ik vind het een engert. Het onderzoek naar wat daar misgegaan is, in eerste instantie door een commissie van de gemeente, was heel duidelijk. Dat had niet gemogen. Nu ligt het bij de ombudsman. Maar daar is nog steeds geen uitslag van. Hoe vind je dat een jaar na dato dit nog niet is uitgezocht? Ja, ik vind het vooral erg jammer dat de gemeenteraad hier een beetje zijn taak heeft laten liggen. Iedereen vond het allemaal wel best wat er gebeurd is. En ik had toch een beetje verwacht dat de gemeenteraad zich niet bezig zou houden met schadevergoedingen aan mensen die toevallig hun autorijtje kapot hebben zien gaan. En wel met dit soort ernstige onzin. Oké, dankjewel. Nog iets over jeugdzaken, daar ging het vanavond over. Heb je daar je zin in de stad? Nou, ik heb het op zich wel naar mijn zin. Ik kom mijn tijd wel door. Maar ik weet wel dat er een heleboel andere mensen zijn die gewoon wat minder te doen hebben. En voor die mensen zou er zeker nog een hoop meer georganiseerd kunnen worden in de stad. En dan bedoel je werk of bedoel je bezigheden of bedoel je recreatie of muurtjes om graffiti op te spuiten? Nou, ik denk vooral aan inderdaad jeugd, buurthuizen, jeugdwerk, dat soort dingen. Gewoon wat leuke dingen, niet allerlei hele strakke projecten waar je dan elke dag moet komen of zo. Maar gewoon leuke dingen als je zin hebt om wat leuks te doen, dat ook kan. Oké, dankjewel joh. Oké. Nisco Dubbelboer, dit was weer een van de vele stadsgesprekken die hij organiseert. Deze ging over de jeugd. De jeugd zelf aan het woord een beetje vandaag, hè? Ja, absoluut. Dat is natuurlijk ook mede de opzet, want het is in de serie Stadslezen. En we vanuit verschillende invalshoeken kijken naar ontwikkelingen die in de stad plaatsvinden. En we hadden al vrij snel bedacht dat we ook de jongeren uit Amsterdam aan het woord moesten laten over hoe zij tegen die stad aankeken. Bij het begin was het wel heel duidelijk vanuit een aantal richtingen kwam het geluid, weg met Partijn. Ja. Verraste je dat? Verraste me niet helemaal. Wat me eigenlijk nog meer verraste was dat het niet zo gepaard ging met een enorme felheid. Dus het was, Partijn is een zeikert, Partijn woont niet in... Partijn heeft Koninginnedag weg. Ja, precies. Dus Koningin heeft het, of de Partijn heeft dat allemaal een beetje verpest. Maar dat waren eigenlijk ik vond toch wel redelijk rustige opmerkingen. Ja. Ik had het wat feller verwacht. En er was één jongen die dus wel degelijk rond de Eurotop, naar mijn mening ook trouwens, een goede analyse gaf van wat er toen gebeurd is. En dat natuurlijk wel vrij fors politieoptreden is geweest. En dat het beeld van Partijn die de stad er een beetje onder wil houden wel versterkt heeft. Patiniseert. We zeggen patineren is het scheve schaatsenrijden en net doen of er niks aan de hand is. Oh ja, nou ja, goed. Dat is dan voor jouw rekening. Maar goed, Nisco, je vroeg aan mensen over onderwerpen als Schiphol, werk, drugs. Ik kreeg niet de indruk dat we hier te maken hebben met een groep, zeg maar tussen 16 en 22 jaar, erg ongelukkige Amsterdammers. Nee, maar dat vond ik dus zelf ook ontzettend opvallend. Dat als je goed luisterde. Want kijk, het grappige is, want er werd even gezegd, of ik hoorde mevrouw fluisteren van, ja, maar het is ook wel een elitair gezelschap hier bij elkaar. En dat is dus eigenlijk niet zo. Nee, dat gevoel had ik ook niet. Als je kijkt naar de samenstelling, we hebben dus zeg maar drie scholen benaderd. Een school van moeilijk opvoedbare kinderen, een school voor de Barleyers en dan het Esprit College, waar inderdaad heel veel nationaliteiten zitten. Kinderen die uit de Bijlmer komen, uit Amsterdam-Noord. Dus het was een redelijke goede spreiding van wat er volgens mij een Amsterdamse jeugd is. Ik denk gewoon dat die conclusie moet trekken, dat ze allemaal redelijk optimistisch op dit moment in het leven staan. Is dat anders dan die generatie daarvoor? Die zeg maar tussen de 25 en 35-jarigen, de generatie niks, de generatie die nu niet door kan groeien omdat ze tegen de oudere babyboomers aan zitten.
Is er naar jouw gevoel een verschil tussen deze jongere generatie en de vorige? Ja, hoewel ik nog best zou kunnen zeggen dat dit ook een soort van niet-niks generatie is die er nu aankomt. Ze zijn enorm gevarieerd in hun hobby's en in hun muziekkeuzes en in hun dagelijkse... Ze klinken wat minder angstig eigenlijk. Ja, dat viel mij ook op. Ze hebben er wel vertrouwen in. En ook bedoel, op mijn concrete vraag, wie maakt zich nou zorgen over je eigen toekomst? Denk je dat je een baan kunt krijgen of wat dan ook? Nou ja, wat ik toen ook zei tijdens de discussie, 5 tot 10 jaar geleden was dat echt anders. Er waren echt mensen die dachten van ja, het is toch niks, het is een klote wereld en er zit niemand op ons te wachten. En je ziet, en dat is echt ook wel iets van de laatste jaren, hoeveel scholieren naast hun school een baantje hebben. Daar word ik om geschreeuwd. Je ziet nog altijd de ramen vol hangen met magazijnmedewerkers gezocht, et cetera. Perfect van die baantjes voor schoolgaande jeugd. Dus en ik denk dat een soort van... onafhankelijkheid en een vertrouwen geeft aan de jongeren. Je raakte ook even de drugsproblematiek aan. Je vroeg aan de mensen wie heeft er nou gisteren of wat dan ook een pilletje geslikt. Daar wordt niet luid op geantwoord, behalve een paar mensen die in dat circuit zeggen ja, maar we blowen wel erg veel tijdens het werk, voor het werk, we blowen altijd. Dat vond ik een beetje angstig, dat die houding. Ja, ik weet niet of het angstig is. Kijk, als je blower vergelijkt met drinken, dan zou je echt helemaal te pletter schrikken natuurlijk. Als je denkt van, jezus, er zit iemand continu, hè, want hij zei letterlijk van, ik blow elke dag. Als ik wakker word, er is een bakje koffie en dan een joint. En dan ga ik naar mijn werk. Hè, want ik dacht dat hij zou gaan zeggen namelijk dat hij geen werk had en dat hij in de coffeeshop hing. Maar nee, hij zei, nee, werk en nog ben je niet een onaanzienlijk bedrijf ook. En volgens mij ook met zware spullen sjouwen, dat soort dingen. Maar goed, je moet niet die vergelijking maken, denk ik dan, tussen een joint en alcohol. Ja, maar had je het gevoel dat, dat kwam even aan de orde, ecstasy, wat rumoer uit de zaak, die drugs niet gelijk wil stellen, de drugs die zij gebruiken niet gelijk wil stellen aan heroïne en cocaïne, dat onderscheid voel je toch wel. Maar men ziet het nog wel als drugs. Zeker, zeker. En ik voelde wel een enorme drang om veel verder te gaan dan bijvoorbeeld het gemeentebestuur van Amsterdam wil. Hè, met betrekking tot de liberalisering van de drugs. Maar goed, wel dat onderscheid blijven maken tussen wat echt harddrugs is en wat rustigere drugs zijn. Maar wat ik wel verontrustend vond, en dat weet ik ook, is het verhaal dat je bijvoorbeeld een ecstasy, dat die werking van dat stof wat erin zit, die MDMA, dat je daar steeds meer van nodig hebt om te kunnen kicken. Dus als je de ene dag, die jongen bracht het positief, wat heel erg grappig was. Die zei van ja, je kan niet op dagelijkse basis verslaafd zijn aan ecstasy, want je hebt steeds meer pillen nodig. Kortom, dat wordt een veel te dure grap, want dan voel je niks meer. Je kunt wel weekend verslaafd zijn. Dus dat je... Maar ik weet dat er soms jongeren zijn die gewoon 6-7 pillen achter elkaar moeten slikken om een bepaald effect te hebben. En dat is natuurlijk financieel. Ja, maar zelfs dan is het effect niet meer wat er in het begin was. Want dat is natuurlijk het verhaal wat in de 60 jaren hadden. Van, nou, als je nou maar genoeg LSD slikt. Nou, het aantal mensen wat iedere dag LSD zou kunnen slikken. Komt nog een klein beetje in het licht. Dan hebben dat is maar heel gering. Er zijn mensen met een hele sterke constitutie die dat wel kunnen. Ik geloof niet dat mensen die dus ieder weekend die pilletjes slikken. Dat die nog hetzelfde effect krijgen als van hun eerste trip. Maar dat zou kunnen. Ik bedoel, zelf heb ik wat dat betreft geen ervaring ermee. Maar het viel mij wel op dat zij het zagen als een rem op ecstasy gebruik. Hè, dat je dus niet de hele dag door... De biologische verslaving in ieder geval van ecstasy, van MDMA, is een stuk geringer dan van alcohol of van marihuana. Ja. Er zaten hier ook een aantal mensen van de gemeente. Er zat een mevrouw Hofmeijer. Ja, nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks. Ja. GroenLinks, die nogal... werd aangevallen omdat ze pas 2,5 jaar in deze stad werd. Echte bonuspunten heeft ze ook niet. Bonusjaren, moet ik geloof ik zeggen, heeft ze niet echt kunnen scoren. Nee, ik vond het wel een grappige discussie. Ik denk, ik was er zelf door verrast. Want natuurlijk bereid je het een en ander voor. En dit had ik helemaal niet... Een beetje afzetten tegen het regentisme toch? Van wat doet deze vrouw dan plots? Volgens mij wil jij daar, Luc, dat er graag inzien. Volgens mij was ze heel nuchter. Volgens mij zei de jongen heel nuchter van wat? 2,5 jaar nog maar in Amsterdam en dan al in de gemeente. Hoe kan dat nou? Je kent die stad niet eens. En het kwam op het einde ook nog weer even terug dat die meneer zei van ja, wanneer ben je nou een Amsterdammer en wanneer niet? Blijkbaar is er een criterium voor, maar kunnen we dat dan even gaan formuleren? Nou ja, en toen zei die jongen terecht, denk ik dan, tenminste op dat verwijt van hem, dat hij geeft dan eens aan wat een criterium is van Amsterdammer. Toen zei van, als jij de stad wil besturen, moet je hem wel kennen. En ja, Herman Hofmeijer had het een beetje aan zichzelf te danken, omdat zij op de vraag of Amsterdam aan het vertrutten was, dat ze zei van, ja, dat weet ik niet, want zo lang woon ik hier nog niet. Kijk, en dan, dat is natuurlijk niet de meest sterke opening. Het criterium hier gevonden. Mensen, u bent Amsterdammer.
Als u een antwoord weet op de vraag, is Amsterdam aan het vertrutten? Ja, dat vind ik een goeie. Even een goed afsluiten. Postkaarten naar Luxala. Onder vermelding van Amsterdam vertrut, vraagteken. En als u denkt dat Amsterdam vertrut of niet vertrut, maar in ieder geval een duidelijke mening over hebt, dan belt u eens een keer en komt u in mijn programma eens uitleggen waarom u dat vindt. Ik weet niet eens wat vertrutten is, maar... Nou, dat leg ik er dan straks nog even bij een borrel uit. Oké, dankjewel. Nisco de Boer.